Ik ben Stefan Brugmans, eigenaar van Martijn Brood, Patisserie, Chocolade. Ik ben hier bezig met mijn voorbereiding aan het trekken voor chocoladewerk. Ik heb al een proefje getrokken van de chocolade die op temperatuur is. Hier op het proefje zie je dat de chocolade goed is. Mijn werkzaamheden hier zijn heel verschillend. Ik ben 's ochtends beginnen wij aan de gebakjes en de vlaaien, de winkel vol te zetten. Dus zodra de winkel open gaat, dan moet alles klaar zijn. Zodra die klaar is, dan kun je hem eventueel hier naartoe schuiven. De werkzaamheden die we in de banketbakkerij doen en waar dus ook het patisseriegedeelte wordt gemaakt, dat is dus van de Brabantse vlaaien maken, maar ook gebakjes op basis van bavaroises, crèmeus. Maar we maken ook bonbons, chocoladefiguurtjes. Eigenlijk alles wat maar met chocola en patisserie te maken hebben, maken wij. Ja, dan krijg je een beetje een combinatie, hè? Van een krokant onderkant en een romige bovenkant. Ja. De eigenschappen die je moet hebben als je de patisseriekant heen wil, is ten eerste creativiteit. Met je handen willen werken. Ja, als patissier moet je heel erg secuur zijn, creatief van jezelf. Ik vind het zelf wel leuk, omdat ik van mezelf creatief ben en het leuk vind om constant nieuwe dingen te bedenken. Die je net al eerder gedaan hebt, dat er geen druipers afkomen. Ja. Dus dat je mooi op het gebakje blijft zitten. Ik zou graag willen leren meer productkennis. Nou Dennis, je bent hier al een aantal weken hier stage aan het lopen. En het gaat al erg goed. Ik zie jou de afgelopen flink vooruit gaan met de verschillende technieken die je behandelt. Ja, ik vind het ook wel fijn als jij gewoon zegt dat iets fout is. Dat ik gewoon de kans krijg om het weer goed te doen. En er wordt heel veel aandacht aan mij gestoken om het goed te leren. En zo maak ik eigenlijk ook steeds meer stappen.